Een hele goedemorgen. Dit is alweer de 87e nieuwsbrief. En het is vandaag de 30e. 30 oktober. Oktober is nog steeds 87. Nou, allemaal mooie getallen. En vlak voor Halloween zitten we. Dus je zou verwachten dat ik misschien heel negatief ben. Dat ben ik nog steeds niet. Net als de vorige keer ben ik positief. We hebben al een hele mooie rit hebben achter de rug. De beurs is al heel mooi opgeveerd. Maar ik denk dat het nog even doorgaat. Voor de AEX denk ik dat we richting de 380, 385 in die sfeer moeten gaan. En voor de DAX zie ik ook nog steeds veel hogere niveaus. Dus per saldo ben ik positief. Een paar dingen om er dan even iets uit te pikken. Bijvoorbeeld Aegon. Dat is een fonds dat heeft enorm last van de rente natuurlijk. Verzekeraars in het algemeen. Maar die zie je nu ook een beetje een bodempatroon maken. Dus die zou in principe nog wel een kandidaat zijn om ook omhoog te gaan. Ik zou zeggen, kopen ze een call, die zijn niet zo heel duur. Je kan er geinige dingen mee doen. De oliewaarde, de olieprijs is natuurlijk nog steeds laag, is nog steeds een beetje het uitbodemen. En is wel heel langzaam zeker aan het opveren. En daarmee blijf ik het interessant vinden om te kijken naar de zonne-energiebedrijven. First Solar, weet iedereen dat dat een van mijn favorieten is. Gisteren zijn die gekomen met cijfers, supermooie cijfers. Zijn zelfs na beurs hard omhoog gegaan. Maar dat blijft nog steeds een mooie koopkandidaat. Dus uiteindelijk oliegerelateerde bedrijven en eigenlijk indirect oliegerelateerde bedrijven zijn wat mij betreft ook interessant en koopwaardig om nu nog te kopen. Blijft het allemaal zo positief? Nou, dat vraag ik me af. Ik bedoel, uiteindelijk denk ik nog wel dat dit een soort met blow-off top gaat worden en dat we daarna een hele forse correctie gaan meemaken. Maar zover is dat nog niet, dus voorlopig zou ik zeggen, ga long, blijf long en geniet ervan. Iedereen, tot de volgende keer.